Dit is Trudo FM. Trudo FM. Tint het af. Milk Inc. hier op Trudo FM. En ondertussen zijn we bijna 20 over 8 geworden. Hoogste tijd om die mysterieuze gasten op jullie los te laten, hè, Joris? Zo is dat, Tim. Hij staat op 20 november als Truinse DJ in Icon Antwerp. Het vroegere Nox. Hier willen we natuurlijk graag veel meer over weten. Welkom, DJ Equalize, hier op Trudo FM. Dag, Joris. Vertel eens even, hoe lang ben je ondertussen al DJ? Echt DJ in 6 jaar, maar ik ben er al bezig een 9 jaar. En hoe oud ben je ondertussen? 23. En hoe is het allemaal voor jou begonnen? Want je hebt toch wel al een hele weg afgelegd, hè? Ja. Vertel eens even. Ik ben begonnen bij beatboxen. En liefde voor muziek en dan verder. Ook deelgenomen aan contesten? Nee, voor de rest nee. En dan ben je op een gegeven moment gaan draaien. Hoe is dat gegaan? Heb je dat allemaal zelf geleerd? Of daar een opleiding of cursussen voor gevolgd? Ja, we zijn eigenlijk samen begonnen bij 2. In een zaak. En verder zijn we dan uit elkaar. En de ene en de andere. Ja. Ieder is zijn eigen weg gegaan. Ja, ja. En dan bij beginnen leren. Bij beginnen, meer en meer interesse. En ja, dan... Gaat het altijd maar verder en verder? Ja, het stopt niet. Is het een hobby of is het je fulltime bezigheid? Nee, het is eigenlijk een hobby. En hoe vaak draai je ondertussen zo? Twee keer per weekend kan erin zitten. Hangt eigenlijk echt van het weekend af. Ja, en waar je geboekt wordt. Ja. Ja, welke stijl draai je? EDM, house, dance. Eigenlijk allround, maar het meeste toch house, EDM. Ja, leg dat een beetje uit. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De stijl van festivals. Echt het commerciële house. Waar mensen kennen van Dimitri Vegas en Like Mike. Ja, niet het Slagerfestival. Nee. Welke festivals kunnen we dat horen? Tomorrowland? Tomorrowland, Daydream, Laundry Day, Balaton Sound in Hongarije. Ben je daar zelf al geweest? Ja. Ga je zo ver voor de liefde voor de muziek? Ja. Ja, en gaat dat ook gepaard met een bepaalde stijl of een bepaalde leefwijze? Ik denk die stijl niet echt, maar er zijn inderdaad stijlen waar dat wel bij is. Ja. Maar niet de stijl die jij draait? Nee. Nee, ik zie toch wel een aantal opvallende kenmerken, als ik dat zo mag zeggen. De piercings, de tatoeages, de trainingsbroeken, wat nu allemaal terug in de mode is. Hoort dat bij jouw stijl of is dat gewoon eigen keuze? Dat is puur eigen keuze. Het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Ja, maar het valt wel op, die tatoeage. Hoe lang heb je hem al? Die heb ik nu ongeveer een jaartje. Bijna een jaar. Het is eigenlijk voor mijn broer. Die zweet ik overleden. Ja, een speciale betekenis. Die enige tatoeage of heb je er nog? Voor het moment één. Er gaan er nog bij komen. Ja. Ik hoor dat al op de achtergrond. Vind je dat belangrijk? Zo, die stijl die je toch wel aan je leven geeft. Je moet er als DJ toch op een of andere manier uitspringen. Dat is ook zo bij de grotere. Jij doet dat ook. Vind je dat belangrijk? Het mag wel opvallen, vind ik. Het is toch iets speciaals. Het is toch de persoon die het maakt in een club of in een dancing. Het is toch een speciale persoon. Wat feestje toch in die gang zet. Ja, en in gang zet en ook afsluit. DJ's, het gaat gepaard lange avonden. Je werkt ook nog buitenuit. Kan je dat allemaal volhouden? We proberen het. Maar stoppen met draaien, dat lukt toch niet. Dus, En ben je dan iemand die dan zanderendaags tot namiddags in je bed ligt? Of kan je dat allemaal nog goed tegen? Soms wel. Soms wel, soms niet. Soms wel. Ik zie lachende gezichten op de achtergrond. Vertel eens even, waar draai je meestal? Wat zijn zo de plaatsen waar we jou kunnen vinden? Of waar we jou kunnen tegenkomen? Ik heb in der tijd een Balmonne gedraaid. Kooibar heb ik ook gedraaid. McQueen heb ik gedraaid. Maar allemaal op bookings, niet echt resident. En dan overlaatst in Ravels. Maar dat is voor een moment gedaan. Dan ben je ergens resident geweest? Is het moeilijk om als jonge kerel ergens binnen te geraken? Nee, eigenlijk gewoon de stap willen, durven zetten. Als je het echt wilt. En dan vroeg of laat komt er toch iets uit de bus. Dus,
Moet je jezelf een beetje verkopen? Op zich gewoon eigenlijk een set maken waar ja, zo weinig mogelijk fouten dan in zitten. En het is dan ja, aan de klant voor te zeggen van of het in orde is of niet. En draai je momenteel ergens op dit moment? Nee, voor het moment ben ik nergens bezig. Ja, en als je zo mag kiezen, kies je dan toch voor de fuiven, voor de jongere gasten of echte festivals? Echte festivals heb ik nooit gedraaid. Dat zou de bedoeling zijn na dit event. Meestal fuiven, dus fijn. Maar ik zou toch de voorkeur leggen voor festivals te draaien. Dat geeft toch een extra kick. Ja, je bent nu 23 jaar. Over welke periode zie je dat gebeuren? Ik hoop zo rap mogelijk, want we zijn er nu volop aan het werken. Dus, ben je zelf nog aan het verbeteren? Ja, iedereen kan beter worden. En DJ's maken nu eenmaal fouten als ze live draaien. Dus... En je verkiest toch nog altijd van echt live te draaien? Want er zijn heel wat DJ's ook die een beetje vals spelen, die met cd's werken. Ja, daar vind ik ook niet veel draaien. Dan zit je voor mij geen DJ. Voilà, dat vind ik een heel wijze uitspraak. Welke zijn de meest indrukwekkende momenten die je tot nu toe hebt meegemaakt? Want je hebt al van alles gedaan in je beatbox-carrière. Noem er eens een paar op. Eigenlijk mijn eigen event in de McQueen, waar ik dan ook zelf even gedraaid heb. Dat geeft toch iets extra als je het dan zelf georganiseerd hebt en dat je dan een volle ketel hebt. Dus, en wanneer is dat geweest? In 2012 geloof ik dat dat geweest is. Ja. En de zaak zat vol? Ja. Ik was heel content. Ah, wel, dat geloof ik. Wie is jouw grote voorbeeld? Heb je zo'n mensen waarvan je zegt van daar zou ik wel eens willen naast staan? Ja, de nummer 1 in heel de wereld, Timothy Vregels en Like Mike. Dat ja, vertel eens even, welk is die mannen hun geheim? Waarom lukt het bij hen zo goed? Ik heb overlaatst gehoord dat ze er, ja, elke artiest werkt lang en werkt keihard daaraan. Dat ze toch ook gevochten hebben ervoor, maar als je dan ja, de plaat maakt, ja, wat dan? In, ja, in het volk echt komt en rondgaat, ja, dan zit je vertrokken. Hè. Kan één plaat het volgens jou maken? Volgens mij wel, ja. Er zijn ook DJ's die via internet de bekendheid krijgen. Een plaat die opgepikt wordt, die verder wordt via de sociale media. Is dat ook iets waar jij mee bezig bent? Ja, daar ben ik ook mee bezig. Bootlegs maken, mashups maken, ja. En zoveel mogelijk proberen te verspreiden. Ja. En waar kunnen we jouw sets vinden? Op Mixcloud staan er. En er staat nu ook één op YouTube. Dat is live opgenomen. En via YouTube dan een livestream. Ja, en op welke YouTube dus, hoe kunnen we die vinden? Weet je dat zo? Via Powerbox is dat. En dan... DJ Equalize ergens ingeven? DJ Equalize staat er tussen. Powerbox, DJ Equalize. En dan kom je er wel een buiten. Ja. Voilà. En volgende week een grote dag voor jou. Want dan daar rij je in Icon Antwerp. Het vroegere Nox. Kan je de Girls Like DJs even toelichten? Het is eigenlijk een evenement van Federy Events. Wat onder andere evenementen doet. Ook in de Versus. En ze staan ook dan op festivals, hebben volgens mij dan ook een eigen stage. Maar het is toch al veel als je dan kunt draaien, ja, op de festivals. En ja, het concept... Ja, gaan ze daar mensen oppikken voor verdere festivals? Het is eigenlijk zo, als je... Er zijn contesten... Die dat geluk heb ik gehad, heb ik dan niet meer te doen. Hoe het komt, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Omdat je goed bent waarschijnlijk? Dat zou kunnen. Ik ga niks zeggen. Hij blijft bescheiden, Het zou kunnen, ja. En van dat evenement worden dan selecties gemaakt voor de verdere events en onder andere de festivals. Ja, en hoe ben jij nu daar terechtgekomen? Ik heb eigenlijk via vrienden van mij, wat dan draaide en wat al draaide voor Federy Events,
ben ik in contact gekomen en dan gebabbeld hoe en wat. En die mensen is gecontacteerd, staat doorgestuurd en ze hebben mij eigenlijk meteen opgebeld. Dus, goed hè? Komt goed. Ja, is het effectief zo? Girls like DJs? Heb je dat al ondervonden? Ja, toch wel. Toch wel. Maar ja, het is niet daarvoor te doen. Vertel eens even. Toch niet volledig. dat trekt wel aan bij meisjes. Ik weet niet hoe het komt. Maar je hebt een vriendin bij, dus je mag er allemaal naar kijken. Ja, vertel eens even, wat is het concept verder? Want je bent niet de enige DJ, er gaan heel wat DJ's zijn. Er zullen 40 DJ's zijn, 4 zalen, verschillende stijlen muziek per zaal. En die zullen dat wel allemaal dicht in orde krijgen, daar ben ik zeker van. Hoe laat begint het? Dat ik het eigenlijk juist nog niet weet, want ik heb mijn eigen dingen nog niet doorgekregen. Dat zou ik morgen normaal krijgen. Ja, en je post dat ook op je Facebook? Ja, voor rond het event. Ja. Hoeveel bedrag inkom, heb je daar een idee van? 12 euro voor de jongens en 10 euro voor de meisjes. Ja, ik hoor daar toch een beetje discriminatie. De jongens moeten 2 euro meer betalen. Waarom is dat? Ja, onder andere de naam. En ik denk dat ze dat ook wel doen voor meisjes aan te trekken. Voor het evenement zelf wel. Want dat doen veel zaken, heb ik ook wel ondervonden. En de jongens die moeten dan thuis blijven of moeten ze gewoon meer betalen en meekomen? Ja, meer betalen en meekomen. Wij geven 2 duty cats weg. Wat moeten ze daarvoor doen? Een mailtje sturen naar joris@trudofm.be. Voilà, en dan gaan we die winnaars gelukkig maken. Het zijn duo tickets van 12 euro en 10 euro samen. Dat maakt niet uit. Zowel voor jongens als voor meisjes. Vertel eens even, hoe kunnen we jou boeken voor events, als mensen interesse hebben, en wat is jouw vraagprijs? Via mijn Facebookpagina kun je altijd vragen stellen. Ik zal u daar direct op antwoorden als het nodig is. En de vraagprijs hangt eigenlijk af zonder en met materiaal, want ik heb ook eigen materiaal. Dus, Ja, en we kunnen jou boeken voor vuiven, voor festivals, ja, nog voor andere dingen waarvan je denkt van daar sta ik ook wel van graag. Alles. Ik heb al trouwen gedaan, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dus. Ja, dan ga je muziekstijl ook wel moeten aanpassen, denk ik. Ja. Dat lukt allemaal. Ja, dat is geen enkel probleem. Draai je slagers? Dat zou er op ons doen. Dus alleen op aanvraag. Ja, wel, ja, inderdaad. We gaan nu alleszins een plaat draaien van een van jouw grote idolen. Je mag hem zelf aankondigen. Van wie gaan we een plaat draaien? Dimitri Vegas en Like Mike. Wel, wij hebben er één uitgekozen om stevig op verder te gaan, zou ik zeggen. Ik dank je ontzettend voor de komst naar de studio DJ Equalize. En ik wens je heel veel succes volgende week in Icon Antwerp. Dank je wel. Wesley Knapen. Dit is Trudo FM. Trudo FM.